Like de video alleen als jij weet hoe Wednesday eruit ziet. Oké, dit is gewoon een weg. Er staat daar iemand. Er loopt een hand. Inderdaad, dezelfde outfit als Wednesday. Ik bedoel, dat hoeft nog niet te zeggen dat zij ook echt Wednesday is. Waarom staat ze zo raar? Oké, wacht. We moeten iets dichterbij komen. Oh my gosh, het lijkt wel alsof er 1000 van die handen zijn. Maar wat denken jullie? Was dit Wednesday? Reageer ja of nee. We hebben hier de rode Rainbow Friend in zijn laboratorium. En volgens mij is die iets van plan. Een portaal? Wat kan je daar nou weer mee? Dat is de letter F. Je weet wel, van het alfabet. Oh nee, het alfabet versus de Rainbow Friends. Oké, we hebben de letter O en ik denk de letter A en die lopen achter F aan. Oké, bedenk een woord wat begint met de letter A en wat begint met de letter F. We hebben paars, die zit op een gele bank. En daar is O. Oh nee. Oké, misschien komt het goed. Ik bedoel, paars was net op tijd weg. Oké, maar dat is niet de enige Rainbow Friend. Dus F is op zoek naar oranje, naar groen of misschien wel naar groen. Inderdaad, naar groen. Oké, maar oranje, waar is die? Die is daar. Oranje, die is in het magazijn aan het kijken of die wat kan opeten. En daar is A. Oeh, kom op. Oranje, lekker. Goed bezig. Ja, ik ben sowieso team Rainbow Friends. Ik bedoel, het alfabet is handig, want je kunt er woorden mee maken. Maar de Rainbow Friends zijn cool. Oh nee. Oké, oranje, kom op. Je moet wegwezen. Anders gebruik je het portaal. Waar komt die dan uit nu? Oh my gosh. In the middle of nowhere. Maar dat is wel beter dan bij het alfabet. Oh, ik vind het zielig voor hem. Het alfabet of de Rainbow Friends. Bij wie hoor jij? En oh ja, deze video kan spannend zijn. Als je namelijk voor je kijkt en je ziet een blauwe en een rode hand, dan weet je waarschijnlijk al hoe laat het is. Poppy Playtime. En als ik zeg Poppy Playtime, dan bedoel ik Boxy Boo. Ik weet niet waarom ik fluister. Soms wil ik dingen episch maken. Oké, ik zie Boxy Boo nog niet. Dus misschien is die er vandaag niet. Misschien is die uit eten met zijn vriendin. Of misschien ook niet. Boxy Boo, rustig. Ik kom in vrede. Oh, hij zit achter de Poppy Playtime trein. Ik heb hem nu al 2 keer gezien. Of weet je wat? Maak daar maar 3 van. Oh nee, ik ben niet lekker. Ik smaak nergens naar. Oké, goed zo. Draai je om en kijk niet achterom. Ik keek achterom. Oké. Waarom altijd op het moment dat je wil ontsnappen gebeurt dat? Maar misschien komt hij niet. Ik bedoel, ah, zie, opgever. Ik dacht dat hij nog steeds achter ons aan zou zitten. Oh, ik schrok niet. Oké, ik moest gewoon niezen. Het is een late avond en we lopen door het sneeuw. Het is rustig, want we lopen in een bos. Ik hoor een L. Een L is niet eng, maar toch. Wat is dat? Is dat de kerstman? Oh yes, hij is eerder dit jaar. Ik wil een PlayStation en ik wil een bed gemaakt van cheeseburgers. Dat is niet de kerstman. Hij heeft wel een kerstmuts. Wie is dat? Oh. Het is groen. Was dat Shrek? Ik bedoel, Shrek is soort van aardig. Nee, dat was geen Shrek. Ik bedoel, hij leek wel harig. Misschien heb ik het fout gezien. Ik bedoel, niemand is groen. Oké. We lopen verder. Sorry, maar nu kan ik het niet meer eng vinden. Of tenminste, misschien kan ik dat beter niet zeggen. Want iets in mij zegt dat het nog eng gaat worden. Dat is niet de kerstman. Dat is niet Shrek. Dat is de cringe. Nee. Blijf van de kerstboom af. Oké, kleine challenge. Van wie denk jij dat dit huis is? Van welke Rainbow Friend? Groen, blauw of oranje? Reageer het hier beneden. Ik denk van groen. Dat is Rolls. Nee, wacht. Rolls is op visite. Oké, dit huis is niet van Rolls. Dit huis is van blauw, oranje of groen. Heb ik het goed? Is het groen? Heb ik het? Yes! Het is goed! Ook al wil hij me waarschijnlijk opeten. Yes! Ik ben blij! Ook al wil hij me waarschijnlijk opeten. Yes! Ik doe mij maar een taco! Ook al wil hij me waarschijnlijk opeten. Het is donker. Het is waarschijnlijk laat. Ik bedoel, het is een enge situatie en meestal is het dan niet meer dag. Oké. Kom op. Ik kan trouwens om me heen kijken, maar ik heb geleerd bij dit soort video's dat je beter nergens kunt aanzitten. Anders kijk je net de verkeerde kant op wanneer er iets gebeurt. Oké, ik weet niet wat jij hebt gegeten. Waarschijnlijk heel veel spinazie, heel veel spruitjes en broccoli. Want jij bent mega. Jij bent veel te ver doorgegroeid. Kijk, nu ga ik wel een beetje bewegen om even te kijken. Wow, dude, deze gast is... Wacht, er zijn er 2? Ik bedoel, dat is meer dan 1. Dat is het dubbele. Waarom? Oh nee. Nee. Ik zie niks. En dat blijft zo. Wat hoor ik? Wacht, wat? Is dat blauw?
En hij heeft een kerstmuts op. Wacht eens even, volgens mij. Oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar we hebben... Oh, blauw is de kerstman. Hij is vroeg dit jaar. En hij geeft een cadeautje aan rood. Dat is aardig. Ik bedoel, ik weet niet wat erin zit, maar ik denk dat het aardig is. Maar wacht, rood is niet de enige Rainbow Friend. Raad in de comments, wat zit er in het cadeautje van rood? Ik denk iets van een camera. En want rood houdt van technologie en van dingen maken. Gaan we zien wat erin zit? Of moeten we het alleen raden? We krijgen het niet te zien. Oranje. Oranje... Zo geef je toch niet een cadeautje aan iemand. Hier, oranje houdt van eten. Dus als ik zou moeten raden, dan denk ik een bord. Of een vork. Of een bord met een vork. Nou, we krijgen het helaas niet te zien, dus waarom sprong die? Ah, wacht. Dit is paars, of niet? Oh, het is paars. Ja, paars woont in het riool, dus ik denk deodorant. Oh. Wacht, pardon. Stel voor het is kerst. Je komt de kamer binnen op zoek naar je cadeautje. En de kerstman gooit hem gewoon in je gezicht. Dat... Oké, dat is eigenlijk best wel grappig. Nee, dat kan niet. Sorry, groen. Dat is een grote boxyboe. Nou, ik kan om me heen kijken. Ik zit in een helikopter. En deze boxyboe, die een soort van heel de stad heeft overgenomen, die rent achter mij aan. Om eerlijk te zijn, een soort van horrorfilm waarin boxyboe de hoofdrol inneemt. Het lijkt mij best gaaf. Ik bedoel, het is een soort van Godzilla. Die heel veel honger heeft. Oh nee, ik heb hier een slecht gevoel bij. Je hebt heel veel tanden. En ze zijn best wel scherp. Oké, ik moet zeggen, we komen nu wel heel dichtbij. Misschien is dat niet zo slim. Misschien zelfs een beetje dom. We zitten hier in een bibliotheek. En wat gebeurde er nou? Meestal als dat gebeurt, is er iets veranderd wat je liever niet wil. Oh, wat is dat? Nee. Nee. Dat is... Een grijze Rainbow Friend. Er zijn letterlijk mensen die denken dat er dus een Rainbow Friend komt in de kleur grijs. Is grijs een kleur? Je snapt wat ik bedoel. Oh, hij is zo creepy. En hij heeft een super lange tong. Dus dan kan hij heel goed dit doen. Ik bedoel, ja, dat is wat ik zou doen. Oké, maar waar is die nu dan? Oh man, ik bedoel, dit is echt een typische filmsituatie. Je bent in een bibliotheek. Oh! En er zit iets achter, ja. Misschien een mooi moment om een boek te lezen. Nee, niet een mooi moment om een boek te lezen. Is die weg? Nee. Hij is dichterbij. Ga weg. Oké, bedenk een leuke naam. Ik vind grijs een te makkelijke naam. Hoe kunnen we hem noemen? Ik bedoel... Ja, dat is een goede naam. Laten we daarvoor gaan. Oh. Wat? Wacht even, wie ben jij? Ik bedoel, dit is een slaapkamer. Wil je slapen? Dit is mijn bed, vriend. Oké, er is al een groene Rainbow Friend, dus ik weet niet wat jij hier doet. Je lijkt op een snottenbel. Oh, volgens mij... Ik versta dat niet. Wat wil je, dat ik je veters strik? Dat je een tosti krijgt? Ik zei tosti en hij viel neer. Houdt hij niet van tosties? Moet ik vaker reageren op Wednesday in het echt? Er zijn zelfs mensen die zeggen haar in een speeltuin te hebben gezien. Dat lijkt me best wel eng. Ben je aan het schommelen? En dan is Wednesday daar aan het dansen. Maar laat het dan in de reacties weten. Abonneer voor meer en adios.